La 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 la, Bardo. Yo, wat up gasten, welkom bij deze nieuwe episode, de nieuwe Bardo Helpdesk. Vandaag zit ik hier met de one and only, de King 77, Paul Goudsmit. Woehoe! En ja, je ziet het al, wij zitten hier aan het bureau van King Alert. Dit is echt, Paul, je bent een van de meest opgevraagde, aangevraagde gasten voor de Banjo Helpdesk. En terecht. En terecht. Zo bescheiden die man. Nee hoor, ik begrijp dat wel. King Alert is wel een beetje een hype. Ja, dat is ook belachelijk groot. En ik moet direct zeggen, ik kwam hier binnen in je huis. Ik ben hier nog nooit geweest voor de rest. Nee. En op een rare manier, alle puzzelstukjes die je ziet in jouw video, die vallen in één. Nee. Je denkt, oh, maar dit is het. Ja, hij kwam ook echt binnen, ik werd naar, hè? Ja, alsof je Disneyland binnenloopt. Ja, en alsof je voor het eerst in de Goliath ging. Maar... Nee, wel geintje. Nee, maar... Het is wel echt bizar om te zien, man, hoe hard je ook groeit op dit moment. Ja, het gaat in de afgelopen dagen weer. Ik krijg gewoon 1800 subs per dag bijna, dat ding op King Alert. 1800? Van 1800, toen 1700, dat viel al tegen die dag daarna. Wow. En daarna, gisteren was het maar 1100 dan. Nee, maar ja, ik weet niet, pardon, ja, ik weet hoe het komt. Iedereen vindt het blijkbaar leuk, dat merkte ik al toen na een week. Het is spraakmakend, het is opheffen, het is... Ja, en niet iedereen vindt het leuk, ik bedoel, er zijn heel veel mensen die het leuk vinden. Ja, nee, precies. Ja. En je ziet ook wat ik het leuke vind aan King Alert, wel dat jij bijvoorbeeld ook YouTubers kijkt het. Mm-hmm. En de media kijkt het. En gewoon bedrijven volgen het. Weet je wat het gaat? Bart van Bethesda kijkt ook aflevering. Er was ooit een moment dat ik kansloos deed. En toen zei mijn moeder, ik wou zeggen een familie, dit is gewoon mijn moeder. Mijn moeder zei... Het is ook een familie. En die zei van, ja, ben je nu niet bang dat je op RTL Boulevard gaat komen? Dat je in de media en zo, ja, ja. Op een gegeven moment, na een half jaar tv te presenteren, ging ik zelf RTL Boulevard kijken. Want het is alsof iemand een gids maakt van al jouw vrienden. Ja. Van alle fuck-ups die jouw vrienden hebben in het echte leven. Zie je terug bij RTL Boulevard of nou ja, King Alert. En niet alleen negatief, het zijn positieve dingen. Het is wel 70% zijn wel negatief, zijn al gauw in King Alert. Maar ja, blijkbaar zijn er veel mensen die nou fuck-ups hebben. Het fuck-ups zijn ook veel leuker om te horen meestal. Ja, maar... Natuurlijk. Nee, maar het is ook wel leuk. Bijvoorbeeld, ik heb jou een keer, jouw per, die, toen met die, welke was het ook alweer voor mij, die rolstoel ding? De Nutrion prank. Die heb ik... een shout gegeven. Daarna kwam je erin terug, omdat Prankster het gedaan heeft, om het zo even hard te zeggen. Heb ik eigenlijk verteld dat ik heb uitgepraat met hun? Ja, heb je heb ik al verteld de King Alert. Oh. Ik zei al van, intussen is het helemaal goed, mensen. Dus jij vertelde het voor mij of Feed, vertelde jij het me. Klopt. Ja. Ik wilde bij trouwens wel echt een hele grote shout-out geven naar Pranksters. Want ik belde John op 3 weken na dato. Was voor mijn kant heel slecht. Ja. En John die was super sportief, lachte het weg. Vervolgens bij Feed. Toen sprak ik ook, hoe heet hij nou? John en Chris. John en Chris. En toen sprak dus ook Chris. En ze waren allebei zo chill erover. Ja, hele chille gast. Nee, ze hadden ook al, bij Feed sprak ze me ook al. Want ze hadden al ze hebben een Q&A gaan stellen. Dat heet, heet het anders, hoe heet het ook weer? Dat heeft een naam. S-King. 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 S. Wat komt? S-King. Ja, ja. Maar de eerste aflevering ging bij hun, dat was een kwartier, ging echt 12 minuten lang over King Alert. En alleen maar positivisme, dat vond ik wel mooi. Wow. En dat was voor Feed. En voor Feed kwamen ze tegen. Toen zeiden ze, ja, maar we hebben een video over je gemaakt. Moet je maar kijken van de week. Dus jou dat. Ik denk, nou, ze bashen me. Ze gaan me pranken. Yeah. Maar nee, het was echt een hele oprecht leuke video. Ze kijken ook echt van minuut 1 tot de minuut 25, elke aflevering. En het mooie is, ik heb ze wel, ze hebben die zijn, waren gehackt, zogenaamd, toch? Anonymous gedoe. En ik heb toen een video geüpload, die heette gewoon Mus. Denk het, eigenlijk was het zo'n bad, op hun. Maar ze hebben gewoon gereageerd eergisteren pas op die video, terwijl die al een week online staat, van een held, van echt geniaal. Ze kunnen dat gewoon hebben ook. Ja, zij zijn er goed in. Ja, zij kunnen dat relativeren, nuanceren. Ja, gewoon. En ze denken, ja, hij heeft gelijk ook misschien een beetje. Het was gewoon een grapje. Die video deed een minuut of zo. Maar ik vind het sowieso de laatste tijd met YouTubers. Ja. En daarna gaan we echt, sorry jongens voor de mensen thuis, Banjo Helpdesk, ik ga er zo mee bezig. Maar we zijn twee YouTubers met jeuk in de handen, dus. Ja. Ik vind de laatste tijd, YouTubers gaan er veel vaker beter mee om. YouTubers weten zich een houding te geven. Gaat niet van zich afbijten, bestje doen. Nee, klopt. Ja. Ik denk, maar dat, niet om mezelf, maar dat komt misschien ook wel een beetje door King Alert. Mensen leren nu al langzaam af en toe wat incasseren. Ja. En dat moet ook gewoon kunnen. En ja, ik word ook heel vaak gebezigd, ik word gehaat. Soms ga je erop reageren, een beetje grappig. En soms, ik ga er nooit hatelijk om. Ik denk, nou, als ze dat denken, als ze dat vinden, mag. Ik wil zelf zo ver gaan. En dat vind ik een beetje het enige nadeel aan de situatie. Mensen hebben het gevoel, of je bent A of je bent B. Mm-hmm. Of je bent voor King Alert, of je bent tegen King Alert. Ja, weg, nee. Nee. Terwijl eigenlijk, laat ik het zo zeggen, King Alert kan hele enge taferelen worden. Als jij nu echt zo succesvol wordt dat jij de wetten gaat bepalen op YouTube. Nee, dat moet ook niet, dat heb ik al gezegd. Dat blijft mijn mening. Precies. Het is nooit feiten. Ik behandel feiten, maar ik geef mijn mening erover. Wat Precies. ik daarvan vind. Dat heb ik ook heel vaak aangegeven. Mensen denken, ik moet met feiten komen. Ja, dan ga ik gewoon het nieuws voorlezen. Dat is geen reet dan. Het is vaak maken omdat ik mijn visie erover geef. En met mijn levenservaring heb ik wel toe kijk op sommige dingen. En ik heb niet altijd gelijk, lang niet. Een soort one-man show van RTL Boulevard dan. Ja, zo moet je het ook zien. En ja, en daar vindt de pers. Ik heb gisteren een interview online op Vice.com. Dat is die grote website die nu ook op RTL Boulevard. Ze waren ook bij RTL Late Night van de week.
En, maar dan zie je ook echt een heel groot stuk geworden. En die vinden het ook allemaal prachtig. Ik heb offscreen nog een gesprek gehad met die journalisten dan. En die zegt ook voor mensen van 30 is het gewoon interessant om te kijken. Van hoe dat die wereld in elkaar zit. En natuurlijk is het niet allemaal feiten. Maar dat hoeft ook niet. Want anders is het ook niet spraakmakend. Hè? Als het in feiten komt. Ja, maar ja. Dat was King Alert. We gaan nu. Laten we naar de Bio Helpdesk gaan. Want elke week gaan wij de puberproblemen van jullie behandelen. Okay. Het is een podcast. Dus deze video die jij nu ziet op je beeldscherm, daar draait het niet om. Het draait om de audio, wat je hoort. Ja. Ga lekker gamen, ga je huiswerk doen, ga je belastingaangifte op orde maken. Bel even. Als je puber bent? Ja, er zullen ook oudere mensen kijken waarschijnlijk. Van die, want dat is mijn gevoel bij de Bio Helpdesk altijd. Het zijn ook leuke, gênante brieven vaak. Dat je denkt van, oh, wat voor probleem heb je jezelf ingewerkt? Ja, en voor de mensen, ik weet dus niet wat er besproken gaat worden. Gevraagd heb ik al een beetje gekeken. Ik weet helemaal niks. We gaan e-mailtjes, ik weet nog niks. We gaan 3 e-mails behandelen. Ik heb er 1 gekeken, puur omdat het Paul is, wil je wel 1 goede vraag hebben. En de rest weet ik niet. Maar die weet je ook niet, klopt. Je weet er maar 1. Mocht je ook vragen hebben, stuur een e-mail naar banjohelp@gmail.com. Het staat nu hier in beeld. Wij gaan jouw vragen anoniem behandelen. En het eerste wat we moeten weten, Paul, is natuurlijk, hoe was jij als puber? Voordat we de e-mails... Ik mag eerlijk beseffen, ik was heel lief. Weet, mijn moeder was hier ook niet, die heb je ook ontmoet. Mm-hmm, yeah. Maar ik was wel een randebiel. Ik had echt een fase, dat ik echt. Als ik er nu aan terugdenk. Ik was een beetje de clown van de klas samen met een vriend van mij, Martijn. Mm-hmm. Op de middelbare school dan. Hè. En dat was vanaf. Dat begon al een beetje, we zaten ook bij elkaar op de basisschool. Zo in groep 7 of 8 begon het al een beetje. Ik had ook de hoofdrol in de musical in groep 8. Hè, omdat ik alleen maar dat ik een grote bek had en grappig was. Ik had een grote bek, maar ik was altijd grappig gaan doen en zo. Een beetje compensatiegedrag. Ik was al klein altijd. Oh. Ik ben echt pas op mijn 14e, 15e een beetje gaan groeien. Ik ben nu 1,82. En ik was echt voor mij op mijn 15e of 14e was ik echt nog 1 meter, ik denk 68 of 70 of zo. Nee. Ja, ik was echt klein. Ik was altijd de kleinste van de klas. Behalve 1 meisje die misschien nog gelijk was. Zelf van de meisjes de kleinste. En ja, compensatie gedacht, dan heb je maar een grote bek en ben je grappig. En ik kon wat goed hippen. Heb je ook daadwerkelijk stomme dingen gedaan? Ja. Dat toen je zei randebiel was. We hebben echt naakt gekampeerd gewoon. We gingen kamperen. En dan voor de deur op een voetbalveld. Zo'n voetbalveld, zo'n speeltuin ding. Wij, een van mijn beste vrienden toen. En ja, s'nachts, we dronken niet of zo. Dat was gewoon zonder alcohol. En nog presteerden wij het gewoon om 4 uur s'nachts gewoon naakt. Door de as van het kampvuur te rollen. En dat we helemaal zwart waren. Echt waar? En we gewoon nog wat gedoucht bij die moeder. Kon dat gewoon, gelukkig. Zo vet. Ja, maar sowieso. Ik heb heel veel rare dingen. Nou, niet rare. Ik doe wel leuk, hè. Ik heb nooit echt gevaarlijke dingen gedaan. Maar wel dat ik later dacht. Waarom? Dan weet ik dat zo zit. Volgende, of dat ik thuis kwam, kwam ik dus thuis. Mijn moeder zegt, alleen maar, waarom? Het was allemaal geen kattenkwaad. Wat is het domste wat in je opkomt dat je denkt, waarom heb... Wat is het domste wat ik gedaan heb, is denk ik wel een paar huizen. Ik woonde gewoon in Waterwijk daar in Almere. En er wonen ouders onder de één hoek. Eén huis van de hoek. Mm-hmm. En de andere, dezelfde rijker is. Ik denk 8, 9 huizen daar verderop. Was een ander hoekhuis. Die waren op vakantie gegaan. En toen wilden we daar gaan inbreken. Oh, nee. Omdat er een flipperkast stond. Serieus. Wat? Je wou niks jatten. Nee, we wouden gewoon flipperen. Het is allemaal uitgekomen daarna hoor, die buurt. Verderop vonden we een schoen, een hak. Met gewoon een vrouwenschoen in de bosjes. Die hebben we daar door het raam heen gegooid. Nou, 5 keer gooien, want dat lukt niet in 1 keer. En we zijn weggerend en nooit naar binnen gegaan. Alleen nee. Toen die van de vakantie terugkwam, mijn moeder had het al ontdekt dat we gedaan hadden. Zijn we naar die man toe geweest en is via verzekering omgelost. Maar dat is het stop. Oh. Hoe kan je nou in gaan breken bij mensen die achterhuis verderop wonen? De eerste en de tweede om te gaan flipperen. Het was ik 14 of zo, hè? Dus was het dom op die leeftijd. Maar ook dat je vaker moet gooien. Dan heb je echt het besef, oké, die raam gaat niet kapot, ik blijf gooien. Ja, ik blijf gooien. En, en toen hij uiteindelijk doorheen ging, rende we weg. Dan heb je bereikt wat je wilde. Dat soort dingen zijn wel de stomste. En verder heb ik wel, eigenlijk. Wat is het zo in jouw jeugd natuurlijk? Toen had je arcadekast, de flipperkast, en dan moest je daarmee doen. Je had geen Game Boy of... Nee, je had even denken. Nee, ik denk dat de Game Boy kwam in 1988, 90, gewoon Nintendo nog, de 8-bit. Mm-hmm. Dus ik had dat allemaal niet, joh. Nee, ik was toen al, ik was in 1977 geboren. Toen was ik 13 jaar, ik ben al opgegroeid. Maar ik bedoel, die kinderen van nu, die zijn 7 of 8 jaar, die krijgen al een Game Boy. Ja, en ik had natuurlijk, ik groeide daar helemaal niet mee op, joh, dat soort dingen. Nee, maar ik was wel echt een computerfanaat. Ik heb ook de Nintendo 8-bit gehad, 16-bit, Super, alles heb ik gehad, gaming dan, hè. Ik was geen computerfanaat, maar gaming. Maar nu ben ik wel benieuwd, hè, want ik ben dus iemand van een andere generatie. Ik zal het allemaal nooit meemaken wat jij nu hier vertelt. Huh? Ik ga het gewoon zeggen, hoe de fuck is het toen geweest? Was er een soort hype gaande, zoals Loemen vorig jaar was? Was dat dan Nintendo? Of? Nee, toen was echt gewoon hula hoepen en zo. Je had gewoon hula hoepen en stonden meisjes met straat over te hinkelen. En blikkie trap deden we en zo. En dat ding. Toen ik echt jong was, tot mijn 16e zeg maar, was het echt gewoon... wat ik wel merk, is dat er nu veel minder buiten wordt gespeeld. Is dat echt zo, ja? Dat is echt, ik weet dat kinderen denken, oude zeuren of zo, maar het is echt zo. Op mijn leeftijd vroeger...
speelde ik gewoon. Ik was ook heel sportief. Nu niet meer te zien, maar. ik was alleen maar aan tennis en voetballen. Ik elke middag voetballen. Ik trainde 3 keer per week. Ik moest zondags voetballen. Oh, en ik ging bijna nog tennis op een gegeven moment. Ik sport alleen maar voor. Maar dan was je dus wel die funny randebiel guy die er goed uitzag. Ja, ik was team de randebiel, ja. Maar je zag er wel goed uit? Ja. Ja, nee. Oh man. Ik kon ook wel chickies regelen vroeger. Maar, yes, maar dat weet ik niet nou. Ik ben nog steeds bij. Toen was jouw seks, drugs, rock en roll leven? Is dat? Nee, dat is dus niet echt geweest. Omdat ik. Ik was net 17, één dag. Op 3 mei en op 2 mei was ik jarig. En toen ontmoette ik Wendy. En Wendy was toen nog 14, bijna 15. En we zijn nog steeds met elkaar. Alleen het is dus nog wel uit geweest. En we zijn ook even uit geweest met haar erbij. Ik heb heel veel echt wel genoten met uitgaan en zo. Maar ja, ik heb heel jong Wendy ontmoet. Dus het is dus door uit geweest na 3 jaar of zo. En toen heb ik heel even 2 maandjes zo uit geweest, zoiets, 6 weken. Toen heb ik wel even geprofiteerd, zeg maar, om het zo te zeggen. Oh, fuck. En toen heb ik even, toen was ik 20 dus. En de laatste kwam weer bij elkaar en nooit meer naar elkaar gegaan. Man, dus, maar toen je 20 was, kwamen jullie bij elkaar of ging je toen even uit? Nee, toen ging het uit. Maar ik was 17 toen we bij elkaar kwamen en na 3 jaar ging het uit. Voor 6 weken, 5, 6 weken of zo. En toen kwamen we bij elkaar. Mm. Maar ik bedoel, ja, dus het is niet mijn seks, drugs en rock'n'roll geweest. Al zijn we wel heel veel uit geweest. Ik ben ook nog op BNN geweest ooit met, dat heette toen bier, zweet en tranen. In plaats van bloed, zweet en tranen. En dan gingen ze, volgens gewoon een groepje mensen die in Uitgeest, in Bob Sloan, uitgingen. En ik werd aangesproken door een, ik weet niet hoe ze heet meer, een regisseuse in ieder geval. Mm-hmm. Een keer, en die waren er ook als filmen daar. En we willen nog meer jongeren volgen. En je ziet er wel leuk uit en zo. Jullie zijn wel leuk met die groep jongens. Hè. Waar kom je vandaan? Almere. Oh, dat is helemaal interessant. Want het is dus een uur rijden bijna. En we kwamen daar bijna elke week. En toen kwam die BNN-uitzending. En die is echt viral gegaan. Maar toen was ze nog... Helaas is het nooit op YouTube gekomen. Omdat toen was het nog aan YouTube. Heb je de band ook, of niet? Nee, helaas. Ja, wel, ik, de band heb ik nog wel. De band heb ik nog wel. Die heeft een van mijn vrienden, die heeft die band nog steeds. En BNN, en toen zijn ze ons gaan volgen, maar hij was zo viral gegaan dat toen werd ik opgehaald door een vriend van me. Die had echt zo'n patserbak, zo'n Fast and Furious auto. Ja, ja. En mijn overbuurman, die had wat gedronken, die was niet helemaal, misschien andere middelen in ieder geval. Die kwam naar buiten stormen toen hij en zijn neef aankwamen rijden, maar het was voor BNN. Ze moesten muziek hard doen, echt door de straat met die mooie, ze hadden echt vanuit NOS en ze hadden van die neonlichten eronder. En wat doet die buurman? Die rent naar buiten en die wou in plaats van die Jeroen die wel eens aansproken heeft, pakte hij zijn neef. En die kende die helemaal niet. En die trok zo uit die auto, werd het een vechtpartij. En zo'n grote kerel was dat nog. En dat is gewoon uitgezonden. Wel met overleggen met mij en met mijn ouders. Want ze kwamen bij mij maar thuis. Ze gingen zien hoe ik me op ging tutten. Wendy ging mee. Schoonouders boven daarna dat het allemaal op tv gekomen was. Maar die is echt 80 keer aan haal. Dat was echt... En ik heb daarna, ben ik 3 jaar lang in Bob Saloon, ben ik gewoon gratis uitgegaan. Omdat ze hadden zo'n... Ze kwam op tv, het was zo'n hype toen. Vet. En het is echt het jaar 2000 is dit ding waar ik nu over praat. Dus dat is zo'n tijd geleden. Toen was ik een jaar of 23, denk ik. 22. In het jaar 2000, zoiets, ja. Toen was ik dus 8 jaar, hè? Nou, toen was ik met Pokémon-kaartjes. Over een week word ik 39, man. Jezus. En nu ben ik ga je een hele brutale vraag stellen. Ja. Want je zegt zelf, je wordt volgende week dus 39. Ja. Hoe voelt dat dan voor jou? Want als ik dan als 8-jarige speel met Pokémon-kaarten, jij bent 20. Ja. Voelt dat een beetje als Minecraft nu? Dat hoe ik nu kijk naar Minecraft, kijk jij op die leeftijd zo naar Pokémon? Ja, ik denk het wel, ja. Ja, dat je denkt, laat die kinderen maar. Ja, laat die kinderen, ja. Dat zou ik het vergelijken, ja. Oh. Ja. Nee, maar ik word ook in elk ding waar ik ben. Ik had vandaag ook een afspraak in Amersfoort. Ze zien, altijd begint het erover. Hoe is het om de oudste te zijn? Hoe is het om dit? Om... Ja. Het is ook zo. Maar ik ben ook de oudste, want na mij komt natuurlijk Ion.org. Die is een halve jongen. Is echt waar? Ja, maar die is natuurlijk niet zo. Ja, die houdt meer. Die vindt zijn werk veel belangrijk. Hè? Die is ook gewoon leraar Nederlands. En die doet het natuurlijk echt voor erbij. Maar die is niet zo heel bekend. Maar zijn stem is wel heel bekend. De derde is dan David. Ja, die is 31. Bas van Teilingen daarna. Bas is ook zoiets. Maar je hebt ook natuurlijk wel nu de ouders van Gio. Oh ja, die heb je ook op YouTube. Latoys. En die vader is natuurlijk gewoon 44 of zo. Is die vader 44? 43. Oh man. Denk zoiets hoor. Weet je wat ik zo grappig vind als ik dat zie? Ja. Dat is voor het eerst dat ik een beetje denk van, oh Gio, dus zo ga jij er later uitzien. Ja, ik vind het wel geinig om te zien. Ja, dat je echt... ja, die vader, hij lijkt op zijn vader heel erg. Maar. Ja, en zijn zus is weer meer een mengeling. Van zijn, ze zijn natuurlijk een tweeling, maar ze lijken daar niet op elkaar. En, ja, geef het een weekje en je hebt de Bouwers opnieuw op tv, maar dan de Latoys. Dat vind ik ook leuk. Gisteren ging het ook behandeld, hè? Een shout-out geven naar het kanaal. Ik vind het wel leuk. Ja, nee, dat vind ik sowieso leuk. Want ik ben de enige ouder, maar de community moet wat ouder worden. Snap je? Mee eens. Ja, vind ik. Ja. Ook wat publiek, maar ook al YouTubers. Is het gewoon nooit slecht om ook wat gewoon publiek die nou tv kijkt. Zou ik je dus zeggen, daarom vind ik die hele Armor Was Right, Job Snapking hype helemaal niet erg. Want ik denk dat je daar, tussendoor, we hebben het nu weer naar YouTube gekregen dit gesprek, maar dat maakt niet uit. Maar ik denk dat je ook met negatieve publiciteit komt er een ouder publiek op af. Tuurlijk, die komt op tv, het staat af en toe in de Telegraaf ook, hè, nu. Ja, precies. Dus trek je allemaal publiek van, ik ga toch maar eens kijken.
En ik weet zeker dat heel veel mensen dan denken, nou, dit is echt een debiele zooi, die Helling moet ik doen. Maar er zijn ook mensen zijn die blijven hangen en denken, ja, het zijn wel grappig. Maar het is toch ook zo, als je vroeger keek naar RTL en je ziet Jensen, die een bepaalde types interviewt, je denkt, wat is dit? Of je zag Britt Dekker. Ja, maar toch kijk je. Precies. Ja, toch vind je het. En toch ken je ze daardoor. Ja, en nu zie ik RTL helemaal niet meer als die ridicule achterlijke zender. Ik kijk er gewoon naar. Ik kijk ook gewoon zo. Ik ben natuurlijk ook door mijn generatie, ik kijk ook graag tv. Ik kijk graag sport en zo nog en... wij kijken ook idols, weet niet, ik denk, als je op de bank samen zit, dan ga je niet al achter je laptop YouTube zitten kijken. Dan ga je gewoon, televisie kan je met z'n allen lekker kijken. Dat vind ik het voordeel nog steeds aan televisie. Het is gezelliger, alleen YouTube is gewoon, je kan bepalen wanneer je wat kijkt en zo. Dan heb je één kan erop reageren. En hey, is één laatste vraag dan over de tv puur, en daar ben ik benieuwd naar. En daarna gaan we echt naar de e-mails. Vind jij dat er nog goede zaterdagavond shit is op de tv, zoals Henny Huisman vroeger? Ja, wel. Ik vind nu wel, dat vond ik eerst ook niet, maar nu wel weer met Gordon en Gerard. Weet nou dat alles mag op zaterdag. Oh, die? Dat vind ik wel met die schuine dingen, met schuine huizen. Ja, die is leuk. Dat is echt zo'n zaterdagavond. Maar voor de rest was het jarenlang was het slecht. Toevallig is dat het enige programma. Ons honeymoon quiz bijvoorbeeld vroeger. Nou, ja. Was er toch ook zo'n fragment van een man die ging trouwen en die kwam aanlopen langs zo'n waterpoel en die flikkert vol in het water. Zo zuur. Nu bij de pranks, maar toen vroeger had je gewoon bananensplit. Het is zo geniaal. Dat is echt. Ik vind een bananensplit op YouTube, dat zou echt... Dat zou fucking vet zijn. Dus... Dat is niet zo hard en niet zo grof. Dat is gewoon... Dat is bij Hans Kazan, dat is precies hetzelfde Mercedes. Dat is gewoon op BMW. Hadden ze gewoon omgewisseld. Dat in een restaurant zat, hebben ze die auto omgewisseld. Maar ze hadden een Engels model dat het stuur aan de andere kant zat. Die aflevering staat ook op YouTube van mij. Echt waar, ja? Dus hij gaat echt gewoon zijn auto, er staan ook de sleutels en alles. Hij gaat zitten en je ziet er zo en ze sturen ze. Dan is hij denkt echt dat hij gek is, snap je? Dan zit hij daar. En dat is een geniale prank. Het is gewoon de stuurstrein. Hij gaat echt gewoon, die deur gaat open, gaat zitten en je stuur is weg. Ik zag toen ook ooit een keer dat Gerard Joling was met Patty Bart aan het rijden. En dan zei Patty, ik moet even pissen, stop maar hier. En dan ging ze naar zo'n Dixie toiletje. Alleen aan de achterkant kon Patty Bart eruit lopen. Oh, die en dan, als een speakerboxje erin gezet. Dat die Dixie de lucht in ging en hoor je uit die Dixie, Gerard, help me! Helemaal in paniek was hij. Je zag Gerard ook echt gillen tegen hem. Kap met dat ding, doe die kraan naar beneden, nu! Klopt, ja. Dat soort dingen, dat is dus het verschil nog steeds, vind ik, tussen televisie en YouTube. Het professionalisme, hè. Ja. Natuurlijk, een kanaal als StukTV is semi-televisie geworden, maar het is natuurlijk gewoon maar één aflevering per week en het blijft wel een beetje voor het YouTube-publiek. En televisie zie je toch, dat gebied natuurlijk ligt ze echt wel voor, vind ik. Ja, mens, ik denk ook bij tv heb je het geluk dat je hoe dan ook wel gevonden wordt. Dus hebben mensen langs. En bij YouTube moet je sensatie doen om gevonden te worden. Via titels en thumbnails en whatever. En daarom wordt het nu zo af en toe een paar op YouTube. Dit is echt heel ironisch, want de eerste vraag, als je een vraag hebt, kan je een e-mail sturen naar banjohelp@gmail.com. We behandelen je hier anoniem. De eerste vraag gaat precies over dit onderwerp. En daarna hebben we twee andere vragen, geen zorgen. Ja. Verzinnen ze een naam, roepen ze een naam van een jongen. David. Alright, dan hebben we hier. Hey Bardo en gast. Elke week zit ik op de vrijdagavond lekker te gamen met de Banjo Helpdesk. En dat is super fijn achtergrondmateriaal. Enige verzoek vanuit mij is of je niet meer buiten wil opnemen, want de wind is erg storend. Dat kan ik beamen. Een paar weken geleden was de podcast met Mikey alleen maar wind. Ik weet niet of je die hebt gehoord. Nee, dat is een kut. Ja. Dat is echt drama. Wij hebben misschien een kraak in de tafel, maar dat is ja. Ja, dat is de tafel, maar fuck it. Maar verder zijn de episodes te gek en met name de Banjo Helpdesk vind ik awesome. Dankjewel. Ik mail je even omdat ik me zorgen maak. Zowel over YouTube als de volgende generatie kinderen. Tegenwoordig is alles op YouTube nep. Iedereen gilt kil als er vrienden ontvoerd worden. En drama scoort beter dan ooit. Er zijn zelfs kanalen in Nederland ook erover opgericht. Ja, dus toevallig zit ik hier met Paul dan. Ja. Toen jij in 2006, toen jij in 2006 begon, draaide alles om creativiteit en nu om sensatie. Je hebt de originele fundament neergelegd voor deze community, tezamen met Thomas, Milan, Kelvin, Dylan en bijvoorbeeld David. Alleen, dat fundament gaat nu dusdanig over de kop dat ik me afvraag. Hoe schadelijk is dit voor de nieuwe generatie kinderen / YouTubers? En wat kunnen wij doen om dit te stoppen? Allereerst wil ik ze wel even zeggen, dit is geen puberprobleem. Dit hoef ik eigenlijk helemaal niet te behandelen. Maar ik vind het wel een grappig iets, met name omdat ik hier dus met Paul zit. Als er één iemand is met wie je hier goed over zou kunnen sparren. Ja, zeker. Is het Paul? Want de vragen concreet. Hoe schadelijk denk je dat dit is voor de nieuwe generatie kinderen en YouTubers? En de derde vraag is dan, wat kunnen we doen om dit te stoppen? Oké. Het is wel langzamerhand een probleem. Ik heb ook een kinder natuurlijk al aangegeven. Mm-hmm. Het probleem vind ik nog steeds wel, is vooral dat kinderen bijvoorbeeld een Twitter-account hebben, die zijn 10, 11 jaar. En ik zeg wat over een YouTuber waar ze heel erg fan van zijn. Dan kunnen ze ook reageren met, hè? Dat is natuurlijk de leeftijd misschien, maar van Paul, hey, ik vind het niet of wat dan ook. Maar ik krijg letterlijk
naar mijn hoofd. In één zin vier keer het K-woord. En mijn vrouw moet dood. Mijn kinderen moeten verbrand worden. Dat zijn kinderen van 11. Hmm. En ik krijg het vaak publiekelijk of in de comments. Maar ik krijg ook op Facebook privé. Zoals Wendy krijgt op de Twitter of de Facebook nu te horen. Ja. En dan denk ik, ja, waar gaan mijn kinderen nou straks in terechtkomen? In wat voor generatie? Want ja, ik denk dat ik dat vroeger nooit... Ik zeg al, ik was ook vroeger een beetje gek. Dan wel, maar grappig, een leuke manier. Maar ik zal het nooit in mijn hoofd houden om dat tegen iemand van 38 te gaan zeggen. Een mailtje of anoniem of zo. Ik denk dat je als kind is het heel leuk om te provoceren. Mensen een beetje te prikken. En dan, waarom doe je belletje trekken? Puur om mensen te provoceren. Ja, je wil dat mensen even naar buiten komen en zeggen, verdomme. Ja, steek die krant met de drol in de fik en dan trap ze erop. En dan, dat is ervoor je doet. Alleen... daadwerkelijk mensen bejegenen. En helemaal in jouw geval, dat is het gevoel dat mij helemaal de pet erboven gaat. Dat je familie hebt, dat je gezin hebt, dat je mensen om je heen hebt. Dat heb ik niet. Ja, ik heb wel familie, gezin. Ja, maar die komen niet in beeld. Of niet te vaak in ieder geval. Precies. Wendy wordt natuurlijk aan mij gelinkt, de kinderen ook. En die allemaal naar een hoofd krijgen, dat gaat natuurlijk wel ver. En het is nog nooit gebeurd, gelukkig publiekelijk hoor. Mm-hmm. Dat is gewoon openbaar, buiten, lijfelijk. Ja. Het is allemaal nog via Twitter en wat dan ook. Maar het enige wat ik wel direct kan zeggen, ik weet niet of je dat interview waarschijnlijk wel van Hans Teeuwen ooit bij Bimbo's en Boerka's hebt gezien. En hij zegt ook, je bouwt dat nu... je op die massagetafel lag, toch? Precies, ja. En hij zegt letterlijk, je bouwt tegenwoordig een schild op in de maatschappij daartegen. Ja. Alleen, ik betwijfel of dat nou zo positief is of zo negatief. Dat je nu automatisch thuis, als je thuis zit, een schild al op moet bouwen voor alle kritiek die nu over de schutting wordt gegooid. Ja, maar je moet wel wat in de huidige maatschappij, vooral door social media. Dat je, mm-hmm. iedereen denkt in Nederland dat je een mening mag geven. Natuurlijk mag je mening hebben, mm-hmm. maar je hebt niet het recht om het altijd maar zomaar te geven over iets waar je... En vooral als je die leeftijd dat je jonger bent, je ouders zijn eigen verantwoordelijk voor, je moet je wel even nadenken wat je doet, ook tegen een volwassen iemand. En ik merk dat wel door de... Ons komt niet door ons, maar door de YouTubers. Ja, want wij moeten ze opvoeden. En als wij altijd maar ruzie maken, elkaar afzeiken en elkaar... Wat ze willen met die heftige titels en die ontvoering dingen en zo, is natuurlijk gewoon views. We willen groter worden. Iedereen wil alleen maar door heftige dingen. Je wil views, je wil geld, ga je gekke dingen doen. En is respect voor elkaar ook minder aan het worden onder de YouTubers? Ik denk inderdaad, daarmee, dat heb je een heel goed punt. Onderling bij de YouTubers wordt het respect minder, er komt meer argwaan. Ja. Je hebt bepaalde dingen voor je eigen, hier komt een heel lullig woord, PR-imago, image marketing. Ja. Dus stel, ik ben een heel mooi beauty meisje. Ja, dan ga ik niet samenwerken met een pranker, want die pranker is totaal de andere kant, heel imago. Ja, nee, het is zo. Terwijl 4 jaar geleden zei je nog, een beauty meisje en een gamer gaat totaal niet samen. Dat zie ik nu eerder samen gaan dan een beauty meisje en een pranker. Nee, maar dat kan ook. Als je ook de Dion heel van met jou samenwerkt ook. Ja, meens. Het is natuurlijk geen beauty figuur. Alles is wel mooi, maar ik bedoel, het is natuurlijk een beetje een rockchick. True. Maar ik merk nu wel dat vooral de oude generatie gaat nog heel goed met de kolonnenmeester. Mm-hmm. Ik kan heel goed met de Giel omgelegd, of met David, of met jou. Maar door de nieuwe generatie, die veroorzaakt natuurlijk nu een soort orkaan door de community heen. Al die jonge YouTubers die heel veel views krijgen en zo. Maar die gaan daar niet respectvol om. Ik merk gewoon dat ze ook, niet tegenover mij, maar tegen andere YouTubers, dat ze nu een beetje een air krijgen van, wat lul je nou man, ik heb toch meer views nu en zo. En dat was vroeger nooit. En zo doen de grote YouTubers, David is al wel de grootste geweest. In mijn mindset is ook nog steeds David, vind ik, een beetje de icoon van YouTube nog steeds in Nederland. Maar als je kijkt naar views en zo, is hij dat totaal niet meer. Maar ik vind het weinig respect naar hem toe is ook vanuit de jongere garde. Wat ik wel eerlijk zeg, als je het hebt over iconen, en dan wil ik ook even mijn icoon benoemen, dat zou heel veel mensen verbazen. Ja? Enzo Knol. Ik vind Enzo Knol zo'n opperbaas, en dat meen ik, een van de mooiste, grootste dingen die je mogelijk kan doen in het leven, in mijn visie, is een nieuwe generatie inspireren en motiveren. En dat is wat Enzo doet, en ik vind ook de shit die Armen over zich heen krijgt en Snapking, dat heeft Enzo nu al 2 jaar lang elke dag keer 5. Ja, tuurlijk. En Enzo hoor je er niet over. Enzo gaat door. Ja. En ik ben... Ik heb heel goed band met Enzo altijd gehad. Ik spreek daar niet zoveel meer door, maar Enzo is echt wat jij zegt, die vind ik echt... Maar ik bedoel, die is eigenlijk natuurlijk, zonder Milan had hij hier niet gestaan. Want hij heeft natuurlijk zo'n springplan gekregen. En dat is natuurlijk, heeft hij ook zelf neergezet. Hij ging vloggen, het is een leuke jongen. Dat heeft hij helemaal zelf gedaan. Maar ik bedoel, het is anders. Ik begrijp sommigen die mij een mailtje sturen, ook door Kingelut. Ik doe die shout-out serie. En dan zie ik echt, een link iemand zijn kanaal. Die heeft dan 1000 video's. Die is al 2 jaar bezig. En die heeft gewoon 800 abonnees. True. En die maakt ook echt leuke video's. En dan denk ik, ja, het is eigenlijk ook wel heel hard en heel zwaar. En dat is heel lastig. Wat je niet moet onderschatten. Sinds 2006 maak ik al video's. Mm-hmm. En pas in 2010 kreeg ik echt abonnees. Ja, ik heb de eerste 4 jaar uit mijn hoofd nooit vergeten
met 74 abonnees gewerkt. Ja. Want ik had er 75 en één lul had zijn abonnement. Ja, die gaat gewoon weg. Nou, toen was je bijna klaar. Ja, nou, toen was ik ook echt... Maar dat was zo erg dat ik 4 jaar lang dat cijfertje vast zag op 74. Ja, ja, nou, ik heb het zelf gehad. Ik stond toch 1,5 jaar lang met mijn hoofdkanaal op tussen de 5.000, 6.000 en de 8.000, 6.000. Hè, helemaal stil. Ja. Maar ik ben ook gewoon doorgegaan. Gewoon 2, 1 of 2 video's per dag. Gewoon op, maar je moet het ook niet doen, YouTube. En daar gaan de meesten nu fout in. Iedereen ziet Enzo, iedereen ziet Armo nu. Ik denk, weet ik ga doen, ik ga gek doen, en ik word gewoon bekend. Ja. Maar als je zo erin gaat, wordt het nooit wat. Ik ben als grap begonnen door leerlingen. En ik zat een jaar later ineens in Amerika. Dat heb ik met David. En het ging allemaal zo snel. En het was helemaal niet mijn ambitie of mijn doel. En daardoor gebeurt dat. Dat is natuurlijk. En het gebeurt gewoon. Het overkomt je. En wat jij zegt. Als je gewoon, al heb je geen kijkers. Je moet het doen dat je het leuk vindt. En niet omdat je... Tuurlijk, ik ben eerlijk. Je baalt als je likes naar beneden gaan. Je baalt als je views ineens naar beneden gaan. Omdat je het op een gegeven moment gekregen hebt. En dan wil je dat houden. Ja, dat is het niet. Meens. Maar toen ik niet beter wist, ben ik gewoon doorgegaan. Ik vond het leuk. Maar het kut is wel natuurlijk een zwart gat als je ineens helemaal wegvalt. Dat je dus voelt dat anderen bekeken worden en jouw likes en views gaan heel erg naar beneden. Meens. Dat is moeilijk. En ik vind het grappige waar ik afgelopen week ook aan dacht. Het is een beetje te vergelijken met de marketing die MTV heeft gedaan aan het begin van de jaren 2000. Ik bedoel, jaren 80, videoclips, jaren 90, videoclips. En 2000, en hier komt een naam waarvan ik denk dat het mijn generatie al heeft bepaald. En helemaal de volgende die er nu aankomt. De serie The Osbournes. Ja. De Osbournes begin 2000. Ja. Die hebben alles gefaked. Die hebben alles genept. Ja. Elke aflevering vloog er een baksteen door een ruit. Ja. En weet ik veel wat. En dat is allemaal fake shit. En we zijn nu 10 jaar verder. En we hebben 5 Osbournes series. Jersey Shore. Ik weet de andere even niet. Ja, Jersey Shore op MTV. Wat heb je nog meer? Dat soort dingen. Ja, Jersey Shore. Jordy Shore. Dat is allemaal nep ook. Hè? Nou, die vechtpartijen die ze krijgen. Die gasten. Allemaal van die patsen. Tegenwoordig ziet er wel heel goed uit. Zo. Nep. Al de risies. Ja. En dat is denk ik ook de toon die al gezet wordt vanaf MTV. En eerlijk is eerlijk. Zonder die toon zou MTV niet zo groot zijn geworden. Als dat ze nu zijn. Nee. Ja, het is zelfs Big Brother. Big Brother was wel echt, maar daar worden ook die bewoners tegen elkaar opgestoken. Ja, ja. Je ziet niet altijd, dus ze moeten zo'n dagboekmomentje opnemen in zo'n ruimte. En dan zie je niet de vraagstelling. Je ziet alleen maar de antwoorden die ze geven. Ja. Maar die vragen die stellen ze zo om de boel een beetje op te naaien. En dat gebeurt zo erg behind the scenes. En ze proberen ook natuurlijk verborgen agenda's te vinden. Weet ja, je wel? Het is heel hard wat ik nu ga zeggen, maar het leukste is om een neonatie met een religieus iemand in een huis. Tuurlijk, ja. Undercover en dan... Om die spanningen. Als je gewoon 2 vrienden naar elkaar in huis zit, dan wordt het leuk, het is gezellig. Maar de kijkers willen dat niet zien. De kijkers willen gewoon sensatie, spanning, van er kan wat gebeuren. Nee eens. Ja. Ik ben nog altijd benieuwd ook met andere programma's hoe dat nu verder is. Maar ik weet, tv is belachelijk nep en het genre fictie op YouTube is er nu ook bijgekomen. Ja. Maar tv is het wel duidelijker, die scheidslijn tussen dat mensen gaan het aanklikken en weten vaak het nep is. En dan kijken natuurlijk minder jonge kijkers. Ja. En YouTube is nu het probleem, dat we kijken bijvoorbeeld van Job is al wel een jong. Die krijgt dan 200.000 views of aan 180.000 kinderen denken dat het echt is. En... die gaan bij wijze van spreken de politie bellen. En dat bedoel ik, daar moeten we wel nu als YouTubers de scheidslijn van. Ja, die denken echt dat Job ontvoerd is. Die denken echt dat Sehun allemaal bloed had. En dat is het teken waar ik dus met Job ook gesprek over gehad heb. En Job vind ik echt respectvol. Die komt ook altijd in Kingelut gewoon zijn woordje doen. Echt respect voor die jongen. Ik ken ook heel veel over zich heen, hè, al sinds januari. Mm-hmm. En, maar daar moeten we allemaal een middenweg in vinden. Hoe kan je aangeven dat het nep is? Zoals Armo nu gedaan heeft. Je hebt nou onderaan zijn video staat er nu sketches bij Armo. Die is pas sinds 2 dagen. Die is het echt waar? Ik snap toch hard. Ja. Oh, dat wist ik echt niet. Nee, dat komt een keer nog. Dus als dit online komt, het komt morgen. Of nee, morgen kan daarna. Ja, dit komt waarschijnlijk 2 weken geleden. Zeg maar, bij King Alert. Oké, dus dan is hij heel oud. Nee, dan. Maar dat is. Ja, Armo heeft dat. Vind ik een goede applaus voor Armo. Ja, dat vind ik echt goed, medicus. Hij heeft dat gewoon. Ik weet niet of dat tijdelijk is dat niet. Maar ik heb nu in 2 video's is het nou. Ik zou nog bijna willen zeggen, met alle respect. Maar noem het geen sketches. Noem het scenario's, synopsis. Ja. Want ik vind, als je sketch zegt, dan geef je echt weg dat het nep is. Ja. Nee, je moet een middenweg vinden. Het moet gewoon duidelijk zijn dat het kan wel echt zijn, maar ga er maar vanuit dat het gewoon allemaal gestaged is. Heb je zo een subtiele knipoog naar de waarheid. Ja, zoiets. Ja. En ik wil alleen nog verder benoemen, ik weet niet, jij zal het waarschijnlijk niet kennen, maar hoeveel mensen thuis misschien de serie Kikken op Your In. Ja, ken ik, ja. Ken je de serie? Ja, nee, ik heb de naam, ik heb 1 keer gezien ooit, maar ik heb het net voor. Er waren gasten, dat heb ik altijd vroeger gekeken en daarom kan ik me heel goed herkennen in de kijker die nu op YouTube zit. Ja? Waarbij mensen een vliegreis gingen maken naar een sneeuwland ergens. Oh, dat was het, ja. En hun... Er ging iemand huilen op de wc voordat de vlucht begon omdat ze bang was. En in die sneeuwruis raakte iemand in een klif kapot. En ik zat van, wow, hoe kan dit? En het was een soort documentaire stijl. Ja. En precies die serie is nu populair op YouTube door Armo. En... Ja. Nee, maar ik moet gewoon duidelijk zijn dat het echt een nep is. Ik heb een leuk idee. Zullen we een weddenschap afspreken? Oké. Voor een kratje bier, want jij... Ik drink geen bier. Drink geen bier? Voor een fles Bacardi. Voor een fles Bacardi. Bier en ik Bacardi. Oké. Laten wij nu...
Allebei één ding zeggen wat het volgende zal zijn wat er gaat gebeuren in de... Wat er is, we hebben de ontvoering gehad. Nou, wat de volgende viral gaat worden. Dus ja, dus, neppen of wat dan ook. Precies, kijk. Ja, moet je even naar. We geven 10 seconden. 20 seconden. Ik geef 10 seconden. Ik zit zelf ook even... Ontvoering, kaping? Nee, kaping kan je niet doen. Als jullie trouwens thuis een idee hebben, laat het weten. Het zou wel heel extreem zijn, een nepkaping. Dat is echt erg. Ja, nee, maar misschien dat Job in de auto zit te wachten en iemand is naar de supermarkt. En vervolgens springt er iemand ja, in de auto. Dat heeft net Arma al een keer gedaan, hè? Is dat, heeft Arma ook? Ja, maar die heeft het dan wel eens gedaan. Die is bij iemand in de auto gesprongen, geloof ik. Dat weet ik niet. Ja, het is moeilijk, het is al zoveel gedaan. Hè. Wat gaat er echt... Nee, ik denk dat het nu... Als ik, ik denk dat er nu even niks komt. Jij denkt niks? Nee, ik denk dat het nu eventjes stil is. Nu, gewoon, nu is alles al gedaan. Fake pranks, was het, daar toen fake sketches, zeg maar nu, hoe je dat noemt, fake scenario's. Ik denk dat het nu heel moeilijk is om nog zoiets te verzinnen. Wat echt viral kan gaan. Want pranks hebben gehad, vloggen, heb Enzo al neergezet en iedereen vlogt nu, dus niet meer interessant. Gaming is aan het doopbloeden op YouTube. Nou, je hebt natuurlijk een paar kanalen, die Rasky Gaming hier, die echt extreem veel views krijgen. De rest eigenlijk vallen tegen. Denk je niet dat het misschien de positieve kant op kan gaan? Want ik weet wel van mijn YouTube-ervaring op dit moment. Ik kijk heel erg graag, eerlijk gezegd, Peter R. de Vries bijvoorbeeld. Even een voorbeeld. Geniaal, die programma's zijn. En alles van hem staat op YouTube. En ik zag laatst bijvoorbeeld dat hij een pedo ging ontmaskeren. En ik denk, dat zou ook nog de kant. Positief pranking, maar dan wel fake. Dat Job zogenaamd in contact gaat komen met een pedoseksuele man, spreekt af met hem, neemt al zijn vrienden mee om die man te ontmaskeren, on the spot. Ja, dat soort dingen zou kunnen. Ja. Dat is op tv natuurlijk al heel lang populair. Ook, ik vind het sowieso leuk, ook het programma met Albert Stegeman. Ja, ook goeie. Ook goeie ja. Dus ik vind het echt wel leuk. Ja, heb ik ook. Maar het is denk ik voor ons wel leuk, maar de kinderen van 14, 15 die vinden dat minder interessant. Dan gaat dat nu te lang. Het is te lang daar vaak. Dat vind ik echt leuk. Er zit wel diepgang in. Net de documentaire How to Make a Murder. Nee, ja, het is, Je hebt het niet gezien. Je moet hem niet kijken? Dan moet je echt gaan kijken. Is echt goed? Het beste dat ik ooit zien heb, How to Make a Murder? Ja, zo heet hij, Writing a Murder, toch? Nee, je hebt een serie, maar dat is een documentaire van 10 keer een uur. En het gaat over een vent die heeft 18 jaar onterecht vastgezeten in Amerika. En die komt dan vrij. En dan wordt het nog, en ze hebben, gingen hem echt volgen. Om als positief iets. En toen kwam hij weer vastzitten. En werd hij voor moord aangeklaagd. Moet je kijken hoe erg corruptie. En als die vent is helemaal kapot gemaakt. Nee, ook waarom zich ermee moet. Ja, moet je kijken. Ik ga niks verklappen. Want het is echt het beste. Wow. Ja, dat moet je gaan kijken. Ik moet ook nog House of Cards ooit gaan kijken. Dat is ook leuk. Dat is ook leuk. Ja, maar wel seizoen 1 en 2. 3 vind ik al een stuk minder. 4 schijnt te goed zijn. Maar ik ben bij 3 afgehaakt. Ik zat net wel even terug naar de e-mail. E-mail. Zijn laatste concrete ding was. Wat is de oplossing ervoor? Hoe kunnen we dit oplossen? Ik denk dat het gewoon voorlopig even zo belopen laat gaan. Maar ik denk dat, en dat merk ik ook wel, als ik volwassen mensen buiten de YouTube zien spreken die alles kijken, en ook Kingalert dus, die zeggen dat Kingalert wel een goede tool is. En dat die vindt het heel belangrijk dat de... Ach, dat is Jamie natuurlijk. Dat gebeurt ook. Er wordt aangeboden dat is Jamie, maar dat is Jamie. Kijk, ik denk dat de oudere YouTubers, belangrijk is dat ze, wat ze ook de meeste al doen hoor, moet ik zeggen, ook vooral behind the scenes, Kingalert steunen. Vooral in de momenten, je hoeft niet alles te steunen, want je al zegt, je bent niet altijd bij me eens, hoeft ik helemaal niet. Maar wel in de momenten dat ik bijvoorbeeld een jonge YouTuber aanpak op iets wat echt niet kan, dat er ook de bel gaat. En dat moment, dat we een front zijn met z'n allen. Van, kijk, op een gegeven moment is de limit bereikt. Ja. Als die mago onder de kloten, als Armo het keer doet, of Job, dat heeft consequenties voor ons allemaal. Of de squad van Ties, of zo, al die jonge YouTubers die allemaal hele goede bedoelingen hebben vaak, maar gewoon nog een beetje jong zijn. Als ik die corrigeer, of jij die zou zo corrigeren, dan moeten we er allemaal achter staan. En David, en Milan, ik weet niet, Enzo zich nergens mee moet, dat kan ook. Maar de mensen die af en toe wel een bek opsteken, zoals David heeft ook altijd gewoon zijn bek open, is goed juist. Ja. Die moeten gewoon een punt maken. Jongens, Paul gelijk, of Bardo gelijk, klaar. Nee. En ik denk ook dat het heel logisch is dat als er heel veel fake shit komt, dat er op een gegeven moment een tegenreactie is. En die tegenreactie is in Nederland dan King Alert. Ja, pure waarheid versus hele neppe pranks, die zijn nu inmiddels weg. He, ik hoor dit scenario's van Armo supergoed. Ja. Is ook een soort probleem opgelost. En wat ik ook denk, wat ik erbij wil zeggen, wat je zei, ik steun je altijd. En ook soms dat doe ik het niet, maar dan zeg ik het niet. En dan, mijn punt is, en dat vind ik heel krachtig aan King Alert, waardoor ik het altijd wel zal steunen. Het is opiniemakende content. Het is spraakmakende content en het zet je aan het denken. Het is geen hap-snap content die je weg kan kijken, weg kan klikken en iemand vertelt je een mening. En oké, dat is vast nu mijn mening. Zoals die rechtszaakvideo ben ik 10 uur bezig geweest, maar met die gemiddelde afleveringen van 25 minuten. Ja. Met het uitzoekwerk mee, het voorbereiden. En het ben je gewoon 4 uur bezig met zo'n video. Ook met het uitzoekwerk, volgorde bepalen, screenshots erbij pakken. Dat is, dan dat. De opbouw van het verhaal. Ik gebruik geen autocue. Allemaal uit mijn hoofd, vanuit het hart.
maar wel proberen ook educatief te zijn en pedagogisch goed verantwoord op bezig zijn. Meens. En dat is moeilijk, maar dat moeten we als alle hele community moeten daar iets mee doen. Nou, even wat ik daar toen nog aan vroeger was, dat het nadeel is, ik hoor heel veel YouTubers over dat je te ver gaat. Je gaat een beetje te ver, grenzen over. Mm-hmm. Alleen het punt is, vind ik, met de grens overgaan, ik ben er heel erg voorstander van, want soms vind ik ook dat je de grens overgaat. Dat betekent niet dat ik er niet achter sta, betekent dat ik mijn handen er even afhaal en denk van Paul, succes hier. Ja. En het punt is, je moet de grens over kunnen gaan om te kunnen bepalen waar de grens is. Natuurlijk. En dat is voor de kinderen, dat is voor mijn generatie, voor jouw generatie. Ja. We moeten met z'n allen af en toe zeggen van oké, Paul, ja of nee hier. Dat is, ja, hetzelfde met politiek, met verkiezingen. Je gelooft een politiek iemand eerder als hij ook echt gewoon best wel ver durft te gaan. En je denkt, ja, daar hebben we het aan. Die gaat ook echt, hè, die staat erachter. Als ik een beetje halfslachtig doe, ja, dan is het over. Soms ga ik wel ver. En dat zeg ik ook, rectificeer ik al eens een aflevering van, ik was iets te hard voor dit. Of ik heb een foutje gemaakt. Nou, dat doe ik wel eens. Maar ja, op dat moment sta ik erachter. En ja, ik ben iemand die eenmaal vraag zegt wat ik vind of denk. Maar ik zal nooit iemand zwart maken. Dat heb ik ook in geen aflevering echt gedaan. Bewust iemand echt zwart maken. Nee, het is ook. Ik vond het heel mooi. Het zei aan het begin ooit. Als je zelf een fout maakt, ja, dan moet je met je kont op de blaren zitten. Ja, incasseren en gewoon weer doorgaan. En je zegt sorry en klaar, toch? Ik denk dat iedereen oprecht wel dingen heeft gedaan waarvan je denkt, oh, please, niet de kick alert. Ik heb zelf ook dingen. Iedereen toch. Niemand zegt ook wel zo. Ik ben namelijk niemand. Iedereen heeft wel domme dingen gedaan. Of zegt een keer domme dingen. Ja, dat dus. Ik moet wel direct zeggen, we hebben echt een record verbroken. Ja. Ik zie dat we op echt 35 minuten, dus ruim over een half uur zitten. En we hebben nog maar één e-mail gedaan. Ja. En zonder een volledig concreet antwoord. Dus waarschijnlijk doen we maar 2 e-mails deze aflevering. Ja. Tess heeft deze heel snel doen. Even te kijken hoor. Nou, we hebben natuurlijk ook al bij het begin een lange intro gehad over mij verteld. Zo. Dus het is ook allemaal interessant misschien voor ze. Want wie weet. Ja, ik wist niet dat Paul nogal was toen hij 15 was. Zo. ik wist niet dat Paul nogal was. Zo erg. Nee, maar ik was wel lief. Dit is leuk. Ik zie hier direct leuke dingen. Noem eens een meisjesnaam. Wendy. Wendy. Dus een e-mail van Wendy. Beste Bardo, ik ben een meisje van 17 jaar. Als eerste wil ik je even zeggen dat ik echt vrolijk word van je filmpjes en dat je me altijd hebt opgevrolijkt. Oeps, thuis is dubbel gezegd. Maar nu komt mijn vraag. In de tijd van november 2015 tot januari 2016 is er een pleegjongen bij ons in huis komen wonen. Mijn vader heeft hem met een grote ruzie eruit gegooid en hij is in de opvang gekomen. Hij was op een bekende die een tehuis nodig had en mijn ouders hadden medelijden met hem. In de tijd dat hij bij ons was, hebben we sterke band opgebouwd met zowel mijn moeder, of heeft hij sterke band opgebouwd met mijn moeder, wat ik heel vervelend vond. Ik merkte net als mijn vader dat er iets niet klopte, maar mijn zusje en moeder waren hier blind voor. Mijn zusje heeft een vorm van autisme en ze kikt op jongens die aandacht. Ze kikt op jongens aandacht, laat ik maar zeggen. Mijn beste vriendin kende hem ook al voordat hij bij ons in huis kwam wonen en vertelde haar elke dag dat hij ons leuk vond en verkering met haar wou. Mijn beste vriendin, heel slecht geschreven e-mail, sorry daarvoor. Mijn beste vriendin vond het wel apart dat de pleegjongen, ik noem hem even Hans, erg vaak bij mijn zusje op de slaapkamer te vinden was. Al helemaal omdat Hans 17 was en mijn zusje 13/14. Ze werd in die tijd jarig. Ik sprak hem hierop aan en hij zei niets te doen met mijn zusje en dat er ook nooit iets gebeurd zou zijn. Toen uiteindelijk Hans bij ons uit huis is gegooid, omdat hij niet te vertrouwen werd, werd mijn zusje ineens heel overstuur. Mijn vader had Hans opgebeld, hij gaf een kans om alles uit te leggen. Wat bleek was dat er dus wel een aantal seksuele dingen hebben gedaan. Mijn zusje was geobsedeerd door hem geworden. Mijn ouders hebben al haar social media van haar afgenomen en nu komt mijn vraag. Uiteindelijk zul je wel denken, nou nee hoor, ik hang best wel aan je lippen op dit moment. Ik ben bang dat mijn zusje een OV krijgt en dat ze hem op gaat zoeken. We hebben namelijk al vaker adresgegevens van Hans gevonden op haar iPad. Wat kan ik het beste doen om haar van haar obsessie af te helpen? Alvast bedankt Wendy. Wat een e-mail in één keer. Ja, dat is een heftige situatie. Het is echt alles over de kop. 17 jaar en 13, 14. Maar blijkbaar is het meisje dus heel erg verliefd op Hans, om zo maar te zeggen. Haar zusje is heel erg verliefd. Geobsedeerd maakt ze ervan, maar wat ik eruit opmaak is dat ze gewoon verliefd op hem is. Ja, toch? Dat is, liefde is een obsessie meestal. Natuurlijk. En ja, ik zeg, het is een heel moeilijke ding, want we zijn toen niet erbij geweest. Ik weet niet waar de andere show over ging. Ze zegt Hans is niet te vertrouwen. Maar ja, waarin is hij niet te vertrouwen? Heeft hij geld gestolen van, dat weet je allemaal niet. Dat is misschien een schijn van, weet je wel. Dat, ja. En het ding is ook, misschien zijn het vooroordelen dat je een getint iemand in huis hebt.
Maar hun nemen hem in hun huis. Dus ja, er zijn geen vooroordelen. Nee, nee. Dus het is wel lastig. Je kan huiverig zijn. Nou, wat lastig is, is dat 17 en 13, hij werd 14 op een gegeven moment, dat kan. Want ik was ook 17 en ben nu als 14, ben dus bijna 15. Mm. Dat scheelde 2,5 jaar. Maar ja, het is moeilijk. En ja, ik weet niet of het aan twee kanten kwam. Is hij op een kamertje gegaan, heeft hij echt seksuele handelingen gedaan tegen haar wil in. Dus gepusht. Of hebben ze gewoon een beetje geflikflooid en is er iets meer gebeurd dan gepland? En ik vind het ook dat hier het autisme wordt heel erg zwaar aangedragen in deze e-mail van het zusje. Ja, want het is zo, ik werk op school. In principe heeft elk mens, elke leerling, heeft een stofje van ADD of autisme in je lichaam. Waardoor iedereen het heeft, maar bij de ene komt het gewoon meer naar buiten. En die wordt dan PDNOS geïndexeerd of dat soort dingen. Ah, maar het is gewoon, nee, dat is echt zo. Dus iedereen heeft een lichte vorm en ik merk het om mezelf van autisme. Ja, echt hoor. Hallo, wij zijn YouTubers. Ja, dus, ja, dan moet je het wel zijn bijna. Maar ik bedoel, ja, en, of een vorm van verslaving. En, maar het is wel zo, omdat ze dus autisme heeft, is wel zo dat je eerder obsessief kan worden van iets. Ja. Hè? En, alleen maar met hem bezig. Maar wat ze moeten doen, ja, ik weet het niet. Het is moeilijk. Als hij is bijna 18 en dan is ze 14, dan is het wel weer een ander probleem met hem aan het worden. Ja. En het is altijd moeilijk, ja. Kijk, ik vind het ook een beetje oprecht voor de zus. Alleen de enige vraag die ik aan haar zou willen neerleggen is... tot in hoeverre de autisme haar zusje beperkt. Als het echt gigantisch erg is dat je zusje niet voor zichzelf na kan denken... Ja. Dan is het bijzonder wijs om hier in te grijpen. Ja. Stel dat je zusje een lichte vorm van autisme heeft... en nu een jongen ontmoet die dan 3 jaar ouder is of 4 jaar... ja, dan kan je beter gewoon heel veel toezicht houden... en je zusje de ruimte geven, heel veel praten met haar... Klopt, ja. En haar ondersteunen op dit pad. Want dat is het moeilijke is aan liefde... Het is gek genoeg je eerste liefde helemaal. Het voelt altijd als boven je familie. Mm-hmm. En als je familie dan gaat zeggen, dit mag je niet doen. Dan kan iemand geneigd zijn om de familie te laten vallen. Ja. En met Hans er vandoor te gaan. En dat is het laatste wat je zou willen, lijkt me. Dat gebeurt heel vaak hoor. Dat soort dingen. Wat je dus altijd op school natuurlijk al bij ons. Ook, dat is het probleem natuurlijk. Het is gewoon heel moeilijk. Ik heb ook als ouders op een mentorgesprek dat die ook hetzelfde probleem. Hè? Dat die dochter gaat niet goed op school. Dus ja, maar ze hebben een vriendje. En dat meisje is bijvoorbeeld zeg maar, 15, 16. En dit vriendje is bijna 20. Ja. En ik krijg ook dat soort problemen. En wat ik alleen maar merk, ook tegen die ouders zeg, is hoe meer je er tegenin gaat, want zij is helemaal verliefd, hoe meer je zich ze afzet tegen jullie. En dat wil je niet, snap je? Nee, dat wil want ze is verliefd en die jongen is ook heilig. En ze zijn puberen, hormonen en zo. Ja. Ja, dat is heel moeilijk. Maar ook voor ouders is het moeilijk, maar ook voor haar is het heel moeilijk. Want zij geeft natuurlijk een zusje. Ja. Ja, ik denk dat ze, bij ben niet, ja, je kan niet iemand zomaar uit ons leven bannen als diegene dat niet wil. Dat is heel moeilijk, maar dat kan soms niet meer. Nee. Kijk, is het nou een seriemoordenaar of heeft hij echt iets gedaan? Dan heb je natuurlijk een punt om te staan. Maar nu is het nog in de mail ook niet duidelijk wat hij nou precies gedaan heeft. Wat is nou echt... Meens. Ja, ik denk, ik voel hier met name een soort familiedingetje in. Van deze gast heeft mijn zusje ontmaagd waarschijnlijk. Ja, waarschijnlijk is het zover gegaan, ja. Dat hoort niet, dat mag niet. En ik denk het belangrijke hierin. Ik merk in je e-mail dat je een soort tegenover je zusje staat. Mm-hmm. Terwijl dat alles behalve gaande is. Je steunt je zusje, jong. Ja. Je wilde voor je zusje zijn en daarom stuur je deze e-mail. Alleen als ik de e-mail lees en beluister... Althans beluister, ik hoorde het zelf hoe ik het voorlas. Maar als ik dat zo bekijk... dan is de grootste conclusie die ik eruit trek... dat je tegenover je zusje staat. Ja. Maar je moet achter je zusje staan... om haar te kunnen helpen, ondersteunen... en dat je zusje ook alles kwijt durft bij jou. Want ik krijg wel vaker dit soort e-mails. Hmm. En ik denk dat het voor kinderen, pubers... het allerbelangrijkste is... En volgens mij de allereerste podcast met Bas heb ik dat gezegd. Dat mijn ouders ooit aan mij vroegen of ik homo was. Ja. Was ik heel pissig over. Ja. Van, hoezo denk je dat ik homo ben? Je voelt je onbegrepen. En het allerbelangrijkste van tiener is dat je je begrepen voelt. Wel door je familie. Precies. Je begrijpt me. En jouw zusje kan nu dus gaan denken van... Nou, hè, ze geloven me toch niet. En ze begrijpen mij niet. En dan krijg je juist tegenover dat wat als uiteindelijk misschien vlucht naar hem toe. Ja, en dan haal hem maar eens terug dan. Maar je moet er juist de vrijheid inderdaad... Of de vrijheid... De ruimte geven en het begrip van je kan alles bij ons zeggen. We willen je altijd helpen. Ja. Ja, en je moet de ruimte geven om de eigen fout te laten maken. Als ze nu naar terug gaat en het blijkt echt een klootzak om zo te zeggen. Dan zal ze daar wel achter komen. En het is hard, maar het is een harde leerschool. Maar daar leer je vaak het meest van. Ja. Helaas. Zo is het leven. Je leert het meest van je eigen fouten. En niet van... Je leert niets van fouten die je misschien kan gaan maken. Je leert van fouten die je uiteindelijk gemaakt hebt. Dat je dingen gaat overdenken en doen en het gaat vermijden. Ja, want daar leer je niet van. En het klinkt hard, maar ja, en sommige, het leven is een harde leerschool. En die mensen kunnen niet voor je gaan bepalen op een gegeven moment. Vooral als je gevoelens bij komen kijken. Als zij echt gevoelens voor hem hebben, is het heel lastig. Maar ja. We zeiden het al een keer in de allereerste Banjo Help, de tweede geloof ik, Banjo Helpdesk.
Je ouders zullen er nooit op uit zijn om jou te naaien. Het is echt niet dat Paul nu denkt van als zo meteen Neo beneden komt, dat pak ik hem even. Ja, nee, hij zal altijd en alle tijden Neo helpen. Hij wordt boos natuurlijk op een kind. Maar dat is, ik spreek nu wel voor jou, sorry daarvoor. Nee, maar klopt. Hij wordt wel boos, maar dat is puur omdat je je kind op de goede weg wil houden. En dat gevoel moet je duidelijk maken aan je zusje. Ja. Ook als grote zus, dat jij er ook bent voor je zusje. Net als dat je ouders er altijd zullen zijn. Ja, dat klopt, ja. Ja, want familie is het allerbelangrijkste. En ik begrijp ook haar, ik begrijp haar bezorgdheid. Als het echt een klootzak is, en dan wil je dat niet. Maar ja, zoals ik al zeg, je kan er niet voor bepalen. Er zijn echt vrouwen die schrijven naar een seriemoord, naar de gevangenis een brief en dan willen ze met hem trouwen. Terwijl die in de serie, ja, dat is toch heel erg. Dat is niet gelijk. Maar ik bedoel, ja, ga er maar eens, als jij dan die familielid bent, dan denk je ook, wat de fuck ben je aan het doen? Maar ja, je kan niet voor een ander bepalen, helaas. Heel veel dingen. Nee. Ze is nog jong, dus je kan wel bepalen. Je kan het sturen. Dat, ja, je moet niet bepalen, je moet willen sturen, aansturen. Ja. En advies geven, tips. Maar verbieden en dingen bepalen, dat werkt vaak averechts. En ondersteuning bieden waar mogelijk. Ja, gewoon ondersteuning bieden. Dat is het allerbelangrijkste. Ja, laten wij ons nog één allerlaatste iemand doen. Want ik zie deze deden we in één keer heel snel. Deze ging snel. Dat is goed gedaan, Wendy. Ja, dankjewel, Wendy. En hopelijk heb je hier wat aan. Ja. Oh, dit is er eentje. Wow. Ja, dat is een kilometer. Dat is al een hele aflevering voorlezen. Ja, echt hoor, ik zit ook. Oké. Ik zie hier eentje, deze heet Sexte. Noem eens een meisjesnaam. Bardine. Bardine. Pardon. Dus een e-mail van Bardine. Ja. Die zegt, hoi Bardo, ik ben een meisje van 14 en ik had laatst contact met een jongen. Eigenlijk is hij een man, hij is 20 jaar. Die ik via internet heb leren kennen. We hebben eigenlijk nog nooit een normaal gesprek gehad, omdat ik al direct merkte wat hij van me wilde. Hij wilde meteen seksten. Dit heeft hij nooit letterlijk gezegd. Hij vroeg me om mijn Snapchat. Voor de grap deed ik mee, dus ik gaf hem mijn Snapchat. Toen stuurde ik hem een foto. Hij zag er goed uit, dus ik besloot er iets serieuzer mee om te gaan. We hebben voornamelijk gesext met beeldmateriaal. Omdat ik hem vertelde dat ik eigenlijk geen ervaring heb, dus moeilijk leuke verhaaltjes kan typen. Hij zei dat hij het woord wel zou doen, waardoor ik me meer op mijn gemak zou voelen. Ik vond het best leuk, omdat hij heel erg aantrekkelijk is en hij vond het eigenlijk ook dat ik het goed deed. Ik was dus echt trots op mezelf. Nu heb ik hier met een vriend van mij over gepraat en hij vond het heel raar en ongepast. Nu ik er zo over nadenk, voel ik me heel erg stom en heb ik ook spijt van wat ik heb gedaan. Wat moet ik nu doen en wat vind jij ervan? Hij stuurt me nu nog af en toe een berichtje via Snapchat als hij zich verveelt. Hoe het gaat en hoe het bij mij gaat en wat ik aan het doen ben. En dan zeg ik meestal dat ik thuis zit en probeer en hem probeer te vermijden. Omdat ik niet weet wat ik ermee aan moet. Groetjes, Bardine. Bardine. Ja. Nou, wat het met dit is, ik weet niet, ze zegt met beeldmateriaal. Mm-hmm. Het moeilijke bij dit soort dingen is, daarom zeg ik ook een tip. Het gaan we nooit, maar ook nooit... op een webcam gek doen of foto's. Ik heb natuurlijk op school ook we hebben heel veel dingen met Instagram en hè, dat meisjes die echt gewoon seksuele handelingen doen, dat komt een keer in een WhatsApp gesprek. Mm, en voor ik het weet, eindigt het op Facebook en we hebben elke keer heel veel gezeik om met ouders erover, door niet te onschuldig is, maar ik bedoel, dat moeten we allemaal oplossen als school, als bemiddelaar. Ga niet, stuur geen naaktfoto's, stuur geen gekke, naar niemand, ook niet naar, vooral niet iemand die al helemaal aankijkt. Kijk, een hele goede vriend die je bijna kent en op een gegeven moment wordt het wat seksueels, dat is spannend, dat kan, dan moet je nog mee oppassen. Maar hij heeft nou leverage, want ik weet niet of hij beelden van haar. Dus als hij nu gaat negeren en dan staat het voor je weet, staat het op Facebook of wat dan. Meens, chantage, wat er kan gebeuren. En laat ik hier wel ook twee dingen toevoegen. Dat vond ik heel goed. BNN heeft eind vorig jaar een hele goede campagne gevoerd. Hashtag geen hoofd. Ja. En als je het dan doet, doe je hoofd er niet bij op. En als je het dan doet, zoals dit van Paul, doe dan geen foto in je King Alert set. Want dan weet iedereen dat het King Alert is. Doe een foto lekker tegen een witte muur. Tegen een witte muur. En doe dan, hij zegt tot hier. Als je dan, ik kan me voorstellen dat het spannend is. Snap je? Ik kan me voorstellen dat mensen dat doen. En het is allemaal wel leuk. En doe maar. Maar pas er mee op. Met je anonimiteit is op een gegeven moment weg. Bij haar nu ben ik bang. Dus dat is dus weg. Mm-hmm. En als hij hem gaat negeren. En hij wil op een gegeven moment is geïrriteerd. En het lukt niet meer bij andere meisjes. En dan denk ik, zij hebben me gedist. En... ja, dan gaat hij misschien wel dingen op Facebook zetten. En als er een gezicht bij is, dan is hij best wel beschadigd daarin. Snap je? Klopt. Het is sowieso, dat is iets wat je hoe dan ook moet vermijden. En er staat hier toevallig sexten. En dat is een beetje het ding. Ik denk dat sexten op zich nog zou kunnen. Als je via WhatsApp een paar berichtjes stuurt om elkaar te teasen, te plagen. Is heel wat anders dan foto's. Ja. Dus seksten kan ten alle tijden en foto's echt via Snapchat. Dat is link. Ja, ze zegt ook seksten was de bedoeling, maar omdat ze niet kon typen, hebben ze het dan beeldmateriaal. Ja, dat, toen schrok ik al, denk ik, oh jee. Ja, dat is, zonder gezicht is dat al veiliger, behalve als het echt via Facebook ook met elkaar naam deed en zo. En ze heeft ook geen ervaring. Ik zou dat ook nog, ik heb het een paar keer benadrukt. Oprecht mensen thuis, de opmaagding
het is een heel mooi en spannend moment. Alleen ga er niet te veel op focussen. Dit ook, dit meisje, je hebt nog nooit iets gedaan. Ga dan niet met een of andere wildvreemde jongen. Dit hoe oud was zij? 14, hè? Zij was 14, die jongen was 20. Scheelt oud worden. Ja. En ik denk ook dat precies wat je hier doet, is het grootste vorm van vertrouwen die je iemand kan geven. Als je een foto deelt met iemand, zou je eigenlijk alleen maar aan je partner, ja, als je echt verliefd bent. Als je echt verliefd bent en zo. Of, stel dat ik ben in Las Vegas en Wendy is hier en je mist elkaar, dan doe je ook wel eens een stuurwart. Maar dat is mijn vrouw, dan heb je maar niet naar. Als je iemand amper kent of niet kent of nog niet in een relatie zit, moet je echt mee oppassen. Je ziet ook wat bij die bekende mensen gebeurt. Ook die van Temptation Island weer, die Louise, zo heet ze, die meedeed. Mm-hmm. Ze gaat in Temptation Island, wat een beetje bekend, en een of andere gast, een ex, heeft nog een sekstape van hem. Bam, die gooit hem gewoon, die deelt hem, het verkocht. Is dat serieus? Die heeft er echt 50.000 euro voor gekregen. Nee! Ja. En die staat dan over waar je komt, dus die Temptation Island, Louise, krijg je overal die sekstape in beeld. Dat meisje is nu, ja, 3, 24, maar die is gewoon voor het leven. Als je haar zoekt, als ze echt solliciteren, het is wat ze gaan boelen haar naam, zien ze sekstape staan. Want die achternaam er ook bij. Dus je moet er gewoon heel erg mee oppassen. Gewoon heel erg mee oppassen. Zo erg mee oppassen dat je beter misschien soms niet kan doen. En echt alleen in het uberverliefde, vertrouwde situatie, dat je echt weet, deze persoon. Ja. Misschien dat je gewoon als vrouw ook vanaf nu moet gaan zeggen, ik ga eerst 3 weken WhatsAppen of gewoon een Snapchat sturen. Ja. En als die dan reageert en we hebben een gesprek. Ja. Nou, ze had het al af en toe kappen toen hij eigenlijk al. Want ze zei, hij begon meteen, hij was meteen duidelijk waar hij wat hij wou. Ja. En ja, dan moet je denken, ik ben 14. En die vriend van je is een held, die heb je gewoon op aansproken. Die heb gewoon meteen gezegd, hé, dat kan niet. Precies. En toen ben je ook gaan nadenken blijkbaar. Dan moet je blij zijn met zo'n vriend. En het klinkt bij het begin als zeiker als iemand dat doet. Want jij vertelt het omdat je trots op was waarschijnlijk. Van, hé, dat is spannend dit en dat. En dan moet je natuurlijk echt een bord voor je kop ineens. En dan krijg je een klap in je gezicht van, oh jee, ja, ik ben echt stom geweest. En die vriend is dus een held. En dan moet je gewoon naar luisteren. Ja. En verder zou ik hem niet negeren, die jongen. Ik zou misschien even met hem in gesprek gaan. Ik vind het heel mooi dat je die vriend ook aanhaalt. Daar heb ik helemaal niet over nagedacht. Ja. Maar ook voor elkaar. Er zijn ziek weinig mensen die op dat moment zullen zeggen, je bent dom bezig. Ja, of hij vindt hem misschien leuk. Dat kan ook. Oh, dat we zo meteen nog een brief krijgen van hem. Ja, van hem. Ja. Dat zou er is een meisje in mijn klas van 14. Die ja. Met, ja, dat zou ook kunnen. Maar laat er daarvan niet vooruit. Hij bedoelt het als vriend. Dus hij had ook een vriend. Mm-hmm. En, maar het is goed dat hij dat gewoon, ja. Want de meeste mensen gaan dan, die negeren het of zeggen, ja, doe wat je zelf wil of zo. Of hoef je niet te weten. Maar hij zegt gewoon, heb er aangepakt waarschijnlijk. Van, hey. Toen is hij na gaan denken. En nu heeft ze spijt en dat is goed. Maar die andere jongen kan je nu niet gaan negeren. Omdat hij, wat ik al zeg, als hij foto's van je, met je gezicht hebt, dan zou ik hem maar wel een beetje te vriend houden. En verder niks met hem doen, maar gewoon proberen met hem te praten en uit te leggen dat je te jong bent en dat je eigenlijk klaar bent en dat je alle respect voor hem hebt verder, maar dat je gewoon contact wil verbreken. En dan zal hij misschien niet raar gaan doen. Ik wil hier ook even toevoegen, want op Snapchat kan je altijd iets screenshotten en dan zie je dat of het gescreenshot is. Ik heb hier een Samsung, dat kan ik doen. Alleen een Apple heeft een extra functie, als je die jailbreakt, kan je dingen downloaden zonder dat iemand het ziet. Ja. Dus ook al denk je nu bij jezelf, ja, mij heeft nooit iets gescreenshot. Het kan gedownload worden zonder dat je het ziet. Ja, klopt. Ja. Dat is echt een hele enge, tergende situatie. Ja, daar moet je sowieso. Ja, het is over 10 jaar nog erg natuurlijk met al die technologie. Je bent nergens zo veilig als smartwatches en mensen stiekem filmen. Zoals ik naast je dat ik stiekem aan het filmen. Ja, maar het is echt een moeilijke situatie. Misschien is het toch met de ouders gespreken. En een hele rare vraag. Dit ga ik nu wat persoonlijk op jou richten. Daarna komen we hier terug op. Maar hoe ga jij om met je kinderen nu? Met mijn nu kinderen? Want als ik kinderen zou hebben nu, ik zou niet willen dat ze op Snapchat gaan, maar ik zou ook niet weten hoe ik ze daarvan af kan houden. Ja, Nio is 7, dus die zijn we nu bezig. Want Jamie wordt over 2 dagen 10. Mm-hmm. Die heeft een telefoon, mijn oude Samsung S5 heeft hij, maar die heeft gewoon een beeldgoedkaartje, die is leeg. En hij kan alleen maar, als we hier wifi hebben, kan hij op WhatsApp en dan zit hij alleen met zijn klasgenoten. Mm-hmm. En hij heeft geen Twitter, geen Facebook, geen Instagram, geen YouTube-account. Hij kijkt Don altijd en hij kijkt altijd naar Chromatech, maar hij heeft geen account. Hij kan niet liken, reageren, niks. Dat mag je van mij ook niet. Ik hou ze helemaal nog erbuiten. En dan vind ik vind 13, 14 jaar, dan moet ze langzaam wel misschien wat kunnen doen. Alleen er komt een nieuwe wet, hè. Onder de 16, alleen met toestemming van ouders, social media. Is het echt zo? Is die, het gaat er wel doorheen, ja. Het Europees Parlement 2018 gaat die ingevoerd worden. Oh man. En ja, dat is op zich een goeie hoor, wel. Want dit soort dingen gebeurt ook daardoor. Ouders weten hier niets van. Ik hoorde. Dus het is wel je dochter van 14, ze hebben een kinderen van 20 erotische dingen te doen. Ja. Digitaal. Ja, dit is echt iets waar het is zo moeilijk ook om dit aan banden te leggen. Ja, dat is niet te doen. Maar. Ik vond het heel mooi, Paul de Leeuw, iemand met wie je totaal niet vergeleken wil worden, lijkt me. Maar. Jawel, ik vind hem een held. Ja? Vind je Paul de Leeuw? Ik vind Paul de Leeuw leuk. Ik weet, of je bent een fan of je bent een hater van Paul. Ik vind hem vroeger, hè? Nu is het serieus, wat ouder natuurlijk, maar ik vond hem heel goed te leiden. Dat is echt grappig. Nee, vroeger is zeker. Is Bob de Leeuw, heet het Bob? Ja, Bob de Roy. Bob de Roy. Hallo, boppers! Annie en Boppers. Ja. Vette kop zo. Dat is geniaal. Ja, dat is geniaal. Wat, dat is prachtig.
Nee, ik vond het zo mooi, want hij heeft ook de regeling bij hem thuis is dat er een hele grote kom bij de deur staat en iedereen moet zijn telefoon erin gooien. Oh, klopt. Ja, ja, ja. Als je dat niet doet, mag je het huis niet in. Nee, maar de goeie, ik vind het een goeie, want ik merk het overal waar je komt. Ook als er, ik zag het toevallig bij Fiet. We gingen even die, je hebt die VIP-ruimte gewoon buiten hadden, maar je hebt ook dat hok beneden waar je ook even je jas kwijt kon en wat kon eten en drinken. Daar ging ik op een gegeven moment naar binnen na een uurtje eventjes met Fishy en zo, ik was met Dylan of zo, Dylan Pace, ik heb nog een paar. En we komen er binnen en zitten een stuk of 8, 9 YouTubers en ook gewoon een paar meiden. En alle 9, wat ik was doen waren. Iedereen zat zo, 9! Nee. Dat was zo, dat klopt me, jezus, eigenlijk is, en ik weet het ook, want ik ging daarna zitten daar en ik zat ook zo en ik denk, toen kwam de Vaarne Holwijn binnen. En dacht ik, hij ziet nou hetzelfde. Maar dat met eentje extra, dat ben je. Ja, maar zie ik dan, ik was 10e. Maar dat, het gaat automatisch. Ik heb het over mijn werk, onze kom-up. Even die telefoon, vooral door YouTube heb ik te snel. Maar het is erg, het is, ik kan niet zonder mijn telefoon. Ja? Maar het ergste, volledig niet. En ik herken het ook. Ik vind het zo irritant, dat halve oogcontact wat je dan maakt. Ja, dan ga je praten met een... Ja, dat is echt. Ja. En met name als je dan net binnenkomt, weet je ook niet zeker of je kan begroeten of niet. Nee. Niet dat je door iemands WhatsAppje, oh, sorry. Ja, het is wel een dingetje. Het is, iedereen heeft het. Hoor. Je ziet het bij, zelfs een directeur loopt continu met zijn telefoon. En het is, voor iedereen is een tool. Het is zakelijk, privé. Dus je hebt continu met je telefoon. Maar ik ook, ik merk het ook. Ja, het is geen goede zaak, dat zeker niet. Maar. Het wordt er langzaam aan. De chip komt erin hoor, in je huid binnenkort. Ik denk het uiteindelijk wel, ja. Nee, dan gaan we gewoon draadloos vanaf onze hand. Ja. Nee, maar het is wel, ja, maar het is, ja, de jeugd groeit er aan me op. Dus ik kan het op een gegeven moment ook niet tegenhouden met die jongens natuurlijk. Maar ik ben er wel huiverig voor, ja. Je gaat, ik denk dat je eerder... Fouten vroeger, wat jij zegt, ging je belletje trekken en het kwam een boze buurman, kwam die kinderen halen in de nek van of ze hebben een bal door eruit getrapt. En nu is het, als ouder heb je er totaal geen kijk op en je kinderen gaan dus gewoon volwassen mensen op YouTube uitschelden of op Twitter of waar dan ook. En het kan wel veel meer escaleren of ze gaan stiekem afspreken met die jongen van 16 en die blijkt ineens 23 zijn. En weet je wie mijn ogen erin heeft geopend? Dat is een hele raar, had je nooit gedacht, Milan Knol. Wat dan? Milan die heeft ooit gezegd in een video over zijn broertje Shen. Die Minecraft speelt. In principe heeft dat niks te maken met porno. Ja. Maar als je skin wil downloaden, krijg je meestal een pop-up van een vrouw met de benen uit elkaar. Ja, ja, dat is heel vaak. Heb ik in ieder geval ook gehad. Als je een texture pack, een skin of een wereld, dan krijg je altijd wel ergens een vagina, een piemel of een borst te zien. En dat is dan gewoon voor een kind van 7 of 8 jaar. En als ouder denk je van ja, Minecraft kan niks gebeuren. Nee. En zo en toch komen die beaver shorts gewoon in beeld hoor. Ja, ja, precies. Ja, nee, dat is, ja. Nee, maar het zegt wel, de internet is gewoon gevaarlijk. Wat een plek. Je kan zien, gisteren Nathan een video geüpload. Kon hij gewoon hebt die cocaïne besteld? Ja, Nathan. Ja, heeft hij ook gedaan echt ook nog, hè? Zijn stomme kop. Ook echt een tutorial met zo start je het op? Of? Ja. Oh man. Dat had hij niet moeten doen, maar bedoel ik, je kan gewoon als kind van 16 dus blijven gewoon cocaïne laten shippen naar Nederland toe. Wauw. Is hem gelukt. Er zit ook echt de bevestiging binnen, het komt gewoon cocaïne en zoveel gedaan. Heeft hij het ook al binnen nu? Ik weet niet, gisteren was het online met iets ging bestellen en dat echt lukte. Dus... Wat vind je dat hij de grens over zou gaan als hij het gebruikt? Op YouTube? Ja, want hij is 16. Ik vind het sowieso niet dat ik het moet doen op YouTube, vind ik. Kijk, het is moeilijk, want we spuiten en slikken doen ze het ook. Mm-hmm. En dat zijn mensen die presteren, die zijn 25. Ja. Die zeggen duidelijk de gevolgen. Als iemand van 16 zegt, je moet het niet doen, dan luistert hij niet als kind. Want hij is ook 16, denk ik, wat wil hij nou? Ja. Dus ik vind... Als ik dat zou doen als test laat zien, is het misschien ook niet slim. Maar dan is het anders dan dat er iemand die officieel niet eens mag drinken en die dan gaat lopen. Sterk. Nou, het werkt goed. Ja. Dus dat is een moeilijk. Dus ik vind het niet goed, niet te goed voor. Bij deze aflevering hebben we heel veel voorspellingen. Ik doe er nog eentje bij. De hype gaat komen van drugstesten. Nou, misschien wel. Ja, ik denk het oprecht hoor. Drugs, drank testen. Ja, een soort spuiten slikken alleen dan komt het. Dus zie je steeds meer. Mijn beste vriend zoomen met mijn vriendin. Snap je gisteren mijn broertje. Dat krijg ik ook allemaal. Allemaal dat soort spannende dingetjes wat op het randje zit, dat ga je krijgen. En dat vind ik op zich niet heel erg hoor. Ik heb trouwens wel direct een heel goed nieuwtje. Okay. We hebben namelijk het record verbroken van de allerlangste Banjo Helpdesk op dit moment. Bijna een uur. Boom. Dus daarom, ik zit ook van, we kunnen hier uren over doorlullen. Ja, we kunnen. Laten we er een beetje een punt aan breien. Ja. Want de e-mail ging over het seksten. Nogmaals, ik denk, pas ermee op. Niet je hoofd, niet je achtergrond, niks in beeld. Nee. En eigenlijk het liefst alleen maar die foto's sturen als je iemand echt vertrouwt en kan vertrouwen. Ja, of gewoon echt, je hebt ook van die ouderwetse chatsites, waar je sekschatsites, daar kun je ook, ga daar dan op. Dat is meer, dat zijn de mensen die weten wat je zoekt, die weten ook... He, dat zijn mensen die vaak zelf anoniem willen blijven. Gewoon, dat is meer voor de geilheid. En we klaar komen wegwezen, wij spreken. Dus een beetje voordat je gaat zwemmen, dat je door het kinderbadje loopt. En dan kan je daarna de diepe duik maken. Ja, bij wijze van spreken. Dus ik zeg, Snapchat is eigenlijk niet daarvoor bedoeld. Het is eigenlijk voor fun, je kan gekke bekken trekken. Het is niet bedoeld voor seksdingen. En Facebook niet, en Instagram ook niet. Precies. En YouTube is bedoeld voor de plezier, voor de fun, voor de liefde.
En als je nog wat liefde wil, check even Paul King Alert. Linkje in de beschrijving. Volgende week zijn we weer met de nieuwe Banjo Helpdesk. Op de vrijdag natuurlijk. En mocht jij een e-mail hebben, stuur hem naar banjohelp@gmail.com. Het staat nu hier in beeld. Je wordt anoniem behandeld en het mag overal overgaan. Alles wat je maar wil. Vandaag een hele lekkere gevarieerde aflevering, niet? Ik vind het niet van dank. Mag je het lekker? Dus check het kanaal in ieder geval. En tot volgende week. Later.